Welkom op het 15x15 virtuele congres van Ubion. Wij selecteerden voor jou 15 topics vanuit het centrale thema leiderschap in een corona-omwenteling. Ik geef meteen het woord aan onze volgende spreker. Hallo, goedemorgen. Ik ben Luc van Imschoot, lachambassadeur van België. Dus ik promoot vooral lachyoga en vooral lachen zonder reden. Lachen werd zeer besmettelijk, is zeer aanstekelijk door het zien en horen. De enige vereiste is dat je wil lachen. Ik heb al met duizenden mensen gelachen en als je wil lachen, lukt dat altijd. Belangrijk daarbij is ook, ons hersenen maken geen onderscheid tussen gemaakt lachen of echt lachen. Je krijgt toch die gelukshormonen die je voelt stromen door je bloed. Dus ook wat dokter Kataria zegt, fake it until you make it. Nu, lachyoga bestaat dit jaar 25 jaar. Is ontstaan in Indië. Indische arts, dokter Madam Kataria, was een artikel aan het schrijven over de voordelen van lachen. Dus lachen is het, vooral nu in corona, het ideaal antistressmiddel. Het is ook weerstandverhogend. Als je lacht, krijg je ook die antikillerhormonen en zo in je bloed. En zo. En daardoor verhoog je ook de weerstand. Het is ook pijnverlagend. En het grote voordeel van lachen ook, brengt mensen samen. Lachen verbindt. Dus lachyoga is ook verspreid in meer dan 110 landen, overigens de wereld ook al. We hebben net, eerste zondag van de maand mei, internationale dag gehad van de lach. Dus hebben we een hele dag kunnen lachen vanuit Japan, over Thailand, Europa, de States, overal. Ik zelf heb dus twee lachclubs, één in Gent en in Destelbergen. Wij gaan ook naar bedrijven toe, naar scholen toe, verenigingen, vrijgezellenfeesten. Tijdens de Gentse feesten, die spijtig genoeg nu ook niet doorgaan, hebben we nu de lachboten, zangboten, deden we ook lachwandelingen in het Centrum Gent. Dat is voor volgend jaar. Dat is niet voor met lachen. Hè? Maar we gaan ermee lachen, dus voilà. Als baby, onze eerste contactname is met de smile. Hè. Na enkele maanden, hè, is onze eerste contactname met de ouders, met de smile. Als kind lachen we 200-300 keer per dag. We spitsen, lachen, wenen, spelen. Hè. En hoe ouder dat we worden, hoe minder dat we lachen. Dus wij als volwassenen lachen op mijn moeite 20-30 keer. Het is zonde, want ja, lachen is het, we hebben het al gezegd, al die voordelen ook. Hè. Dus door te lachen krijg je ook veel meer zuurstof in je lichaam. Hè. Dus gaat veel dieper ademen. Je hersenen zijn zeer content met al die zuurstof ook. En lachyoga bestaat in feite uit eerst en vooral opwarming en losmakingsoefeningen. Daar starten we mee. Om uit dat hoofd te raken in ons lichaam. En lachen brengt ons ook in het moment. In het nu. Je kunt niet lachen of zingen of dansen of bewegen morgen of gisteren. Je kunt dat nu maar nu doen. Dus dat is ook een groot voordeel van lachen ook. Dus opwarming en losmakingsoefeningen. Daarna doen we lachoefeningen. En daartussen hebben we ook een mantra. Hè? Dus ho ho ha ha ha. Met Tisha. En ook veel ademhalingsoefeningen. En normaal gezien in een sessie op het einde gaan we ook eindigen met een lachmeditatie. We ons echt gaan focussen op lachen. Dus lachen en dan ook even bekomen van die lach. Oké, laten we van start gaan. Doe gerust even mee. Oké, we starten even al aan. We gaan die armen naar boven brengen. Van... Ah. Nogmaals. Ah. En we gaan nu uitademend lachen. Dus we gaan inademen. Even vasthouden. We gaan dat nog even doen. Dus even inademen. Even vasthouden. En je voelt als ziek, hè? Je krijgt al warm, je krijgt ook een goede interne massage van onze organen ook, hè? Ook veel meer zuurstof ook, hè? Dus wat ook zeer aanstekelijk is, is geven. Het is gelijk lachen ook, je moet daar maar beginnen over praten, over geven, en mensen willen ook mee te geven. Dus gaan we even uittrekken, even geven van... Ah.
Doet dat deugd, zeg. Nogmaals. Ik zit al te raden. Moet ik dat maar even geven? Nog even geven. Om goed te kunnen lachen hebben we vooral die kaakspier nodig. Dat doet soms pijn na zo'n sessie, omdat we te weinig lachen als volwassenen. We gaan even losmaken van... Goed bezig. Oké. We gaan even ons tong uitsteken. Op 3, 1, 2, 3. Ah! Nogmaals, 1, 2, 3. Ah! Prachtig. Oké. We gaan even met de halsgevecht naar voren. En een halve draai naar achter. En terug. Zoals veel spanning in die hals. De verbinding tussen ons hoofd en ons lichaam. Oké. We gaan al even beginnen met die rechter schouder ook al even los te maken. Hè. Ook die linker schouder. Ah. Dan de beide schouders. Ah. Ah. Beweging is zeer belangrijk. Hè. Motion create emotion. Dus, we gaan ook al even die armen en die handen bewegen. En zeg daarbij, ha, ha. Ha, 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 ho, 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 nogmaals. Nogmaals. Nu gaan we naar elkaar terug toelachen. We gaan inademen. Even vast tot... En we doen dat zeer goed. We gaan dat even tonen met de duimen voor. Hè. Dus we gaan zeggen van zeer goed. Zeer goed. Zeer goed. Goed. Yeah! Yes. Nogmaals. Zeer goed. Zeer goed. Yeah! Nogmaals. Zeer goed. Zeer goed. Yeah! Oké. Okay. We gaan even... Applaudisseren. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1,
samen 1, 2, 3. Ho! Moe. Nogmaals, 1, 2, 3. Ho! Moe. Ga dat tweemaal zeggen. Ho, ho. 1, 2, 3. Ho, ho. Ho. Voilà. Het woordje ha. Vanuit onze buik. 1, 2, 3. Ha. Ha. Driemaal. Ha, ha, ha. 1, 2, 3. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Als we combineren. Ho, ho. Ha, ha, ha. Ja. Ho, 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 ha, ha, ha. Ga samen. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ga dan bij. Ho, ho, ha, ha, ha. Ja. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho. Oh, was-ie. Mooi. Oké. Nog even een losmaakjesoefening, hè? De bodydrum. Hè? We gaan even 1, 2, 3, 4 maal. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ja. Er wordt fouten maken, we zijn niet volmaakt. Dus lach niet mee. Oké. We gaan nog even een ritme doen van 1, 2, 3, 4, 5. Zie je dat hoor? Ja, 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 ja. Toch? Ja. Mag ik zo'n beetje opschrijven. Hopla. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. De laatste opwarmingoefening is de pot-op. Het is een zeer deugdoende oefening, vooral nu in coronatijden ook. Hè. Wat gaan we doen? We gaan al de zorgen en stress uit ons hoofd trekken. Al de zorgen en stress uit onze buik. Die liggen hier allemaal op de vloer. We gaan die oprapen. Ik ga het even voordoen en zeggen van de pot op. Zeer deugdoende oefening. Hè. Moeten we alle dagen nu doen. Hè. Zeer belangrijk. Dus we gaan al even beginnen met al de stress uit ons hoofd te trekken. Hè. Al die stress hier op de vloer. Hij zal een nieuw zijn. Al de stress uit onze buik hier. Hè. Hier uit het centrum hier. Al de stress. En we gaan die samen oprapen hè, op drie. Dus 1, 2, 3. De pot op! Oh, doet dat niet. Er ligt nog zorgen en stress voor ons. We gaan die nog even oprapen. Maar samen. 1, 2, 3. De pot op! Laatste maal. Deugd hoor. We zijn het bijna kwijt. 1, 2, 3. De pot op! Oh, en de rest vind je maar. Hè. Ja. We gaan de... Oké. Okay. Goed, we gaan terugademen, we gaan terugademen. We gaan inademen. En uithalen. Inademen. Inademen. Oké. Okay. We gaan even een lachoefening doen, hè. Een lachoefening, hè. We gaan starten van... Hallo! Maar samen, 1, 2, 3. Hallo! Dat was. Hallo! Laatste maal, 1, 2, 3. Hallo! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Nu ja, de fitness is nu dicht, hè, dus we kunnen even naar de fitness ook. Hè. We gaan even de fitness lachen. We, gaan, we zitten naar zo'n toestel, ik ga dat even voor doen. Hè. We gaan dat toestel opentrekken van... We gaan allemaal samen. 1, 2, 3... Nogmaals. Laatste maal. Oké. Terugademen, terugademen. Inademen. En uitademen. Nogmaals. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust aan de spreker in kwestie of via Ubion. Tot later!